Viña Santa Marina uit Extremadura. Klinkt goed, mondvol, net als de wijnen van dit klassenhuis. Dit was ons eerste pakket en het omvat drie typisch Spaanse wijnen, twee internationale blends en iets wit. De Ikus kan u moeilijk een instapwijn noemen. Het is een knappe Crianza, uiteraard op basis van Tempranillo, maar aangevuld met Cabernet Sauvignon en Merlot, wat zorgt voor zijn typische karakter. Torre Mayor Crianza, 12 maanden op vat, en Gran Reserva, 16 maanden op vat. 100% Tempranillo, veel Spaanser vind je ze niet. Zeer herkenbare, expressieve wijnen die je graag in huis hebt van begin mei tot eind april. Iets helemaal anders en toch zeer herkenbaar als Viña Santa Marina zijn de Gladiator en de Miraculous. Beide worden uitsluitend gemaakt bij een zeer hoge kwaliteit van oogst, zoals in 2015 en 2016. Franse druiven krijgen een Spaanse identiteit, liggen lang op vat en komen pas na 5 jaar op de markt. Dat mag wat kosten, maar de verwachtingen worden moeiteloos ingevuld door deze knallers. Iets voor wijnliefhebbers. En dan is er nog een specialeke, een Viognier Late Harvest. Wat mag u verwachten? Een zacht, zoete wijn in de stijl van de Sauternes en de Vinsantos van deze wereld. Maar Alvaro vertelt u daar alles over in een andere video. Almost, it was 18, 20 years ago when we brought them here. It was like a secret. We couldn't tell to the denomination of origin. Toppakket, bij u thuis geleverd voor €115. 4,5 liter klasse wijn van één topproducent. Echt iets voor wijnliefhebbers, geloof me. Deze kan besteld worden via wijnproever.eu. Dank u wel.